Waarom zijn mensen alleen maar aan het werk? Waarom gaat alles alleen maar om geld? Waarom zijn mensen niet aan het spelen? En waarom is grijs de meest verkochte kleur van de hele wereld? Waarom zijn alle huizen niet gekleurd en vrolijk? Waarom moeten mensen allemaal op vakantie? Waarom maken ze van het leven niet een vakantie? Waarom kiezen mensen voor een standaard leven waar ze in vast blijven zitten? Waarom zoeken ze goedkeuring? Waarom zoeken ze veiligheid en kiezen ze niet voor risico en durven en lef? En weet je hoe dat komt? Omdat we geen verbeeldingskracht meer hebben. Want we kijken elke dag naar films, naar series. We kijken op internet, we spelen games. En we kijken heel veel tv. En alles wordt voor ons verbeeld. Wij hoeven onszelf niets meer te verbeelden. Dus dan kan je me voorstellen, hebben we ook geen verbeeldingskracht meer. En met onze verbeeldingskracht maken we een werkelijkheid. Dus zo blijft de werkelijkheid altijd hetzelfde. Kunnen we zelf helemaal niets veranderen aan de werkelijkheid. De werkelijkheid maak je met je ogen, met je oren, met je handen en met je neus en met je mond. Dat zijn onze zintuigen. En als je weet hoe je die kan gebruiken, dan kan je zelf ook een nieuwe werkelijkheid creëren. En dat doe je allemaal met je verbeelding. Door je zintuigen kun je iets verbeelden. En als je een hele sterke verbeeldingskracht hebt, dan kun je alles veranderen wat je maar wil. En hoe kunnen we onze verbeeldingskracht vergroten? Nou, door beeldtaal te leren. Beeldtaal, is een programmeertaal waarin je je leven in alle gewenste vormen kunt veranderen. Als je nu misschien denkt van, hoe dan? Wat is beeldtaal? Beeldtaal is niets anders dan tekenen. Als je goed kan tekenen, dan leer je al je zintuigen goed te gebruiken en waardoor je jezelf, je hoofd, je gevoel, de wereld om je heen allemaal kan veranderen. Je ziet de wereld niet meer zoals die is, je ziet jezelf niet meer zoals je bent, maar zoals je zou kunnen zijn en zo wat je van de wereld zou kunnen maken. Dat is een heel groot verschil. Dus tekenen is eigenlijk alle beeldaspecten leren kennen. Wij maken een werkelijkheid door middel van beelden. Kun je die beelden veranderen? Kun je die omvormen? Dan kan je de werkelijkheid veranderen. Daar gaat het om bij tekenen. Daarom heb ik dit boek geschreven. Daarom geef ik mijn lessen. Daarom maak ik deze video's. Daarom.